Nou, deze commissie was onafhankelijk. Bestond voornamelijk natuurlijk uit democratische leden van het Huis van Afgevaardigden. Plus twee republikeinen. Want die mevrouw Cheney, die de vicevoorzitter van de commissie was, is een aardsconservatieve republikein. Alleen een republikein die vindt dat je de constitutie serieus moet nemen. En dat Trump een bedreiging is van het hele constitutionele en politieke systeem in de Verenigde Staten, wat hij naar mijn idee inderdaad daadwerkelijk is. Het verlossen, kunt u mij horen? We hebben in Amerika hebben we natuurlijk de commissie gehad over 6 januari, ja. De Capitoolbestorming. Hoe heb je daarna geluisterd of gekeken of het gelezen? Ik heb het beperkt doorgenomen. Gewoon in de New York Times. Ja, daar ben ik digitaal op geabonneerd. En op zichzelf is er niks nieuws uitgekomen. Is bevestigd wat we allemaal al dachten. Namelijk dat Trump dat geantameerd heeft en gesteund heeft en zo opgejuind heeft. Ja. En dat Trump, de zittende president, medewerking heeft gegeven aan wat in feite een chaotische en incompetente staatsgreep was. En wat ik ook vooral vrij interessant vond, dat zijn dochter zei dat ze eigenlijk al direct dacht dat het een kammerkletskoek was. Zei, hij is nu ook druk bezig om zijn dochter af te branden. Op zichzelf ook. Dat is wel opvallend. Ja, dat is wel opvallend, ja. Maar sterker nog, dat een deel van het kabinet, althans op een zeker moment, heeft overwogen om hem tot aftreden te dwingen volgens artikel 25 van de grondwet. Dat is de incompetentie van de zittende president, om wat voor reden dan ook. Nou goed, daar is verder niet over gesproken, maar het geeft wel aan dat ook in het kabinet zelf de zorg enorm was over deze vertoning. Tegelijkertijd moeten we, zoals bij zoveel in de Verenigde Staten, weer constateren dat dit verder geen enkel verschil zal maken voor de politieke problemen waar het land mee worstelt, omdat meer dan de helft van de Republikeinen er vast van overtuigd is dat het een big steal is. Stop de steal. En bovendien op in tal van staten wordt wetgeving aangenomen om in feite controle te kunnen uitoefenen langs politieke weg op de verkiezingsuitslag. De Trumpiaanse beweging, want je kunt het denk ik wel een soort beweging noemen, die is er hiervan totaal niet onder de indruk. Het is hoogstens een bevestiging van hun vooroordelen. En ja, Trump houdt gewoon vast aan de grote leugen. Ja, Mike Pence werd ook nog genoemd, hè? Ja, want ze zongen daar geloof ik ook dat Hank Pence of zo, en had hij ook van gezegd, dat was net goed. Of nou ja, niet dat er veel toe doet, dat zijn natuurlijk allemaal retorisch gelul ter plaatse. Maar feit is natuurlijk dat de vorige president, de huidige zittende president, die fair en square gekozen is, beschouwd als een oplichter en een dief. En aangezien een groot deel van zijn aanhang dat ook vindt, zitten we nog steeds met de gebakken peren. Het drama waar Amerika mee worstelt is dat ze in 2016, overigens als gevolg van een totaal krankzinnig electoraal systeem, de verliezer van die verkiezingen, namelijk Trump, in het Witte Huis terecht is gekomen. Een levensgevaarlijke gek in politiek opzicht. En dat Amerika nog jaren zal worstelen met deze erfenis. Wellicht het zelfs in de vorm van een tweede termijn voor Trump. Dat is niet uitgesloten. Ja, want hoe onafhankelijk is zo'n commissie? Nou, deze commissie was onafhankelijk. Bestond voornamelijk natuurlijk uit democratische leden van het Huis van Afgevaardigden. Plus twee republikeinen, want die mevrouw Cheney, die de vicevoorzitter van de commissie was, is een aardsconservatieve republikein. Alleen een republikein die vindt dat je de constitutie serieus moet nemen. En dat Trump een bedreiging is van het hele constitutionele en politieke systeem in de Verenigde Staten, wat hij naar mijn idee inderdaad daadwerkelijk is. Ja. Amerika is echt, dat wordt enorm onderschat. De destabilisering van de Verenigde Staten door die gek. Door dat feit dat ze met een gek zijn komen te zitten die een immense half-religieuze aanhang heeft. Ja, ja, ik vraag het omdat er natuurlijk ook een politieke bedoeling achter kan zitten bij deze uitspraak. Nou, natuurlijk was er ook een politieke bedoeling, namelijk om duidelijk te maken hoe erg het eigenlijk wel was. En dat wisten we allemaal al lang wel.
Maar dit is nog een nadere bevestiging. En ze hebben duizend getuigen gehoord. En ze hebben het allemaal enorm goed uitgezocht. En er is nieuw beeldmateriaal tevoorschijn gekomen. Maar nogmaals, we wisten best dat Trump de hoofdaanstichter van dit drama was. Ja, en met de midterms komen er natuurlijk aan. En Biden staat er niet goed voor. Zo is het maar net. Dus dat kan natuurlijk, zo'n uitspraak kan natuurlijk laten zien aan de bevolking. Kijk eens wat een idioot. Dat moet een wonder gebeuren. Willen de Democraten de midterms niet kapitaal verliezen? Ja. Dus dan staat de hele boel daar weer stil. Ja. Het drama op dit moment, machtspolitiek in de wereld, is dat de enige land wat, laten we zeggen, ook het militaire apparaat heeft om, als dat dringend noodzakelijk is, in paniek situaties iets te kunnen doen, dat zeer ernstig gedestabiliseerd wordt nu en al was en ook in de toekomst zal blijven, niet waar, door het verschijnsel van het Trumpianisme. En wat is het Trumpianisme? Dat kunnen we heel eenvoudig definiëren. Dat de grootste electorale groep in samenhangende groep in de Verenigde Staten, namelijk blanke, lager opgeleide kiezers die zeer gelovig zijn. Kijk, je kunt wel fatsoenlijk rijden hier in de stad. Ja, die doet het heel netjes. Kan heel goed. Ja. Een zwarte Peugeot. Wel gefeliciteerd, meneer. Rijdt beschaafd door de straat. De grootste electorale blok, namelijk blanke kiezers. Vaak religieus bewogen kiezers. En natuurlijk lager opgeleide kiezers. Als je die allemaal naar de stembus weet te krijgen, dan nog wat franje erbij van traditionele republikeinse kiezers, dan kun je winnen. Maar Sterker nog, je zult weer verliezen, maar door dat malotige electoraal college heb je een prima kans om te winnen. Ja, maar denk je dat die coup, dat die aanhangers van Trump, dat die zich iets aantrekken van die uitspraak, dat ze denken, nou, dit is toch wel zo erg gestemd, niemand? Nee, niks. Nee. Het is net als met die wapenboel. Ja, er schijnt nu momentum te zijn voor wetgeving. Ja, wat is in godsnaam de betekenis van wapenwetgeving in de Verenigde Staten als je weet dat er ergens tussen de 3 en de 400 miljoen vuurwapens rondzwerven in de Verenigde Staten, 0,0. Dat je op elke buitenluchtfestival de gekste wapens kunt kopen. Nee. Het is een land wat eigenlijk vrij systematisch alle verkeerde afslagen heeft genomen die je in de afgelopen 30, 40 jaar kon nemen. Ja. En Biden begint zich nu ook iets meer uit te spreken tegen Trump. Hij was in een talkshow en dan zei hij ook van, ik weet niet, even mijn eigen woorden, een idioot, een gek. Is een gek. Maar tot nu toe was hij toch wel redelijk, heeft zich een beetje op de vlakte gehouden, maar hij begint zich nu iets meer uit te spreken, toch? Ja, wat zal ik daar wel zeggen? Trump is een tragische ontsteking in het Amerikaanse maatschappelijke en politieke weefsel. Ja. En voorlopig hebben we geen idee wat je daaraan kunt doen, zolang die angsten van die blanke bevolking, dat ze, laten we zeggen, langzaam gereduceerd worden tot een minderheid, wat ze feitelijk in alle opzichten al zijn, maar wel een hele grote minderheid. Zolang die angsten er zijn, zal het verschijnsel, en Trump bereid is om dat lekker aan te stoken en te stimuleren, ja, zit je met een enorm probleem. Ja, ik las dat bij Wij ook, hoor. Ja, natuurlijk. Nee, dus het geldt dus voor de hele NATO, het geldt voor het Oekraïense probleem. Is niet best. Nee. Biden is ook, begreep ik, zijn eigen mensen in het Witte Huis aan het vervangen, omdat hij teleurgesteld was door de electorale tegenvallers tot nu toe, of in ieder geval de populariteit die gedaald was. En dat ze ook wel weten, er komt een afslachting aan bij de midterms. Ja, dat is ook zo'n bekende. Maar heeft dat zin, denk je? Nou, dat moet je hopen. Ik heb geen idee, maar dat is zo'n bekende maatregel. Hè? Boris Johnson heeft ook een deel van zijn kabinet vervangen. Dus om naar de buitenwereld toe de indruk te wekken dat je er wel aan werkt en dat het allemaal nog weer veel beter kan. Maar ik moet zeggen dat ik daar niet van onder de indruk ben. Nee. Ik las ook dat hij heel boos was over de inflatie, Biden, in Amerika. Omgerekend 1,25 kostte benzine. Ja, je kunt wel boos zijn over de inflatie, maar de inflatie is een wereldwijd probleem. Ja. We hebben een wereldeconomie en in die wereldeconomie raast de inflatie door het apparaat. Ja, dat zal wel weer, denk ik, zeggen de economen, die trouwens op dit punt ook weer totaal, maar dan ook compleet naast zaten. Die zei, ja, maar het was een tijdelijk verschijnsel.
productieketens en die transportketens moesten weer opgestart worden. En dan zou het allemaal weer veel minder worden. Nou goed, dat is dus niet gebeurd. En, maar ja, je kunt er wel boos over zijn, maar ja, ja. Het is net zo goed dat als het nu dadelijk gaat regenen, dat wij ze boos zijn dat het gaat regenen. Ja. Ja, volkomen nutteloos. Ja, daar werd in de Nederlandse pers werd er best wel lachwekkend over gedaan, omdat hij zich druk maakte over 1,25 per liter voor benzine. En hier is het volgens mij het dubbele. Ja, natuurlijk. Ach, benzine is in Amerika spot goedkoop. Ja. Meestal kost een gallon ongeveer evenveel als bij ons een liter. Ja. Misschien ter ondersteuning van jou. Ik begreep van Biden dat Zelensky ook niet geloofde dat de Russen zouden binnenvallen. Nee, helemaal niet. Hij was enorm geïrriteerd over het feit dat de Amerikanen alsmaar beweerden dat dat ging gebeuren. Ja, hij geloofde het niet. Nee, hij geloofde het niet. Waardoor ik in de tijd dacht, zouden die Oekraïners niet wel mensen kennen of toch een soort van backchannel kanaal hebben met wat er in de Kremlin al zo besproken wordt en daar gehoord hebben, nou, het zal zo vaart niet lopen. Bleek allemaal dus niet juist te zijn, maar goed. Nou ja, ik heb ook wel eens gelezen dat zelfs in het Kremlin mensen verbaasd waren dat hij het tenslotte gedaan heeft. Ja. Wat natuurlijk ook een daad van totale waanzin is, laten we eerlijk wezen. Ja, hij vergeleek zichzelf Poetin met Peter de Grote, begreep ik, hè? Pakken wat van Rusland is. Ja, zijn recente uitspraken, daar denk je ook, god, hoe lang gaat dit duren? Want die Russen kunnen het in principe een hele tijd volhouden. Kijk, hij durft kennelijk niet tot algehele mobilisatie over te gaan. Dus dat is dan nog een soort van een bemoedigend onderdeel van de zaak. Maar wat had hij gezegd? Hij zag het als zijn heilige verplichting, ja, om het territorium wat Rusland had verloren in de afgelopen, dat werd ook niet erg duidelijk, jaren, om dat weer terug te veroveren. Nou ja, ik heb al vaker gezegd, wat zou ik denken als ik in Estland woonde, zou ik ook denken, grote god nog en toe, waar gaat dit naartoe? Vergeet niet dat de Baltische Republieken tot de Eerste Wereldoorlog gewoon een onderdeel van Rusland waren. Dus in het interbellum een zelfstandige naties zijn geworden en vervolgens dus door Stalin in 1939 weer ingepikt zijn. Vandaar ook dat ze natuurlijk bij het instorten van de Sovjet-Unie zo snel mogelijk geprobeerd. En godzijdank zijn die wel lid van de NATO geworden. Dus je hoopt dat die daar toch iets terughoudender zal zijn. Kijk, dat voortdurende geschetter met die nucleaire wapens, daar ben ik minder van onder de indruk, ja, eerlijk gezegd. Dat is namelijk het enige wat hij heeft, waar iedereen in de wereld doodsbenauwd voor is. Dus dat wordt voortdurend, ik begreep ook in Russische tv-programma's, wordt daarop getamboureerd. Ja, wij zijn. En daar zit natuurlijk de kern van het probleem. Rusland wil weer de grote mogendheid worden, de dominante grote mogendheid worden die het was. En ja, dan lopen ze natuurlijk vanzelf tegen het probleem aan dat zij misschien militair dat nog wel zouden kunnen waarmaken, zeker met die nucleaire wapens. Maar dat natuurlijk politiek, economisch, cultureel, Rusland natuurlijk een onbeschrijfelijk klote land is waar niets wezenlijk in orde is. Ja. Ja, ik begreep dat het best meeviel met de cafés in Moskou en de gezelligheid en zo. En dat daar een soort van jeunesse dorée was die daar de bloemetjes buiten zette. Maar dat zegt, kijk, niemand wil bij Rusland horen. Dat, ja, daar draait het uiteindelijk om. Stel voor, ja, dat Rusland zich had ontwikkeld in een economisch veelbelovende manier, grondstoffen zat, een relatief hooggeschoolde bevolking. Ook zo is typisch natuurlijk dat een groot deel van de Russische hooggeschoolde, zodra het enigszins mogelijk is, het land verlaat. Trekken ze weg naar Israël onder andere? Ja, naar Israël of naar de Verenigde Staten, aan mogelijkheden zat. Als je maar hoger opgeleid bent. En dat, daar mankeert niks aan in Rusland in allerlei opzichten. Dus ja, omdat het zo'n klote land is, is A de oorzaak dat zo'n gek als Poetin natuurlijk nu langs de gewelddadige weg gaat proberen om een ooit ingenomen positie te herstellen. Laten we ons niet vergeten. Hoe komt het dat Rusland al die macht verloren heeft? Dat is natuurlijk gebeurd tussen 89 en 91. Waarom is het Sovjet-imperium ingestort? Omdat het een zooitje was. Omdat het een krakkemikkige soepzooi was. Omdat ze niks konden. Het communisme heeft nooit iets van enige betekenis gepresteerd. De Trabant. Hè, dat, en dan was de DDR was nog een van de betere landen in het Sovjet-imperium. Nou, denk aan die treurige vergelijking tussen West-Europa en Oost-Europa voordat de muur viel. Hè.
Nog steeds doen wij het natuurlijk beter en zijn we veel rijker, maar goed, het is daar wel wat opgeknapt. Iedereen die ooit in het Oostblok is geweest, weet dat er niets werkelijk behoorlijk functioneerde. Indrukwekkend was. In de DDR was alles lelijk. Alles was lelijk. En suf en liep achter. En nou ja, denk aan het Trabant. Een bakkelieten autootje, nietwaar. Met een motortje van voor de oorlog. Een tweecilinder luchtgekoelde tweetak. Nou, dat is een motortje. Dat is echt het eenvoudigste motortje wat je je kunt voorstellen. En daar moest je een jaar op wachten. En dan kost het geloof ik 12 maanden salaris om een Trabantje te kopen. Nee, dus het communisme is aan zichzelf ten onder gegaan. En hij wil het herstellen nu. En hij wil de positie die de Sovjet-Unie natuurlijk verworven had door de Tweede Wereldoorlog aan het Oostfront te winnen, die wil hij herstellen. Ja. Nou, die mogelijkheden heeft hij helemaal niet. Maar hij kan ons wel enorm veel langdurige ellende bezorgen. We zullen toch in Europa door het tegen het hele veiligheidsprobleem heel anders moeten aankijken voortaan dan we deden. We dachten natuurlijk, het is wel zo'n beetje klaar. Wat blijkt nu? Dat Rusland in staat is om, of althans zodanig in een dictatoriale politiestaat veranderd is, dat de leiding in feite kan beslissen om totaal zinloze en in allerlei opzichten uitzichtloze oorlogen te voeren. Want je voelt wel een beetje welke ongelukkige kant het daar in de Oekraïne opgaat. Namelijk dat de Russen nog wel even zullen proberen om hun positie te versterken in de Donbass. En dat ze vervolgens in feite langs een enigszins veranderde strook zullen ingraven. En we weten precies hoe dat gegaan is tussen 2014 en 2022. Er is natuurlijk vrijwel permanent oorlog gevoerd, vaak op een heel laag niveau, maar toch. Nou, daar kan Rusland gewoon mee doorgaan in de Donbass in de komende jaren. En dan kun je altijd weer de bangmakerijen van stal halen. We willen dit en we willen dat. Waarom zou Poetin in godsnaam tot een vergelijk komen? Daar heeft hij helemaal geen interesse in. Waar hij interesse in heeft, is ons voortdurend op het verkeerde been zetten. En ja, feit is natuurlijk toch dat we grote fouten hebben gemaakt in de zin dat we ze vertrouwd hebben. Je moet achteraf de Amerikanen toch het grootste gelijk van de wereld geven. Dat ze jarenlang hebben gezegd, doe dat niet met dat Nord Stream 2. Maak je niet afhankelijk, want ze zijn niet te vertrouwen. En uiteindelijk waren ze ook niet te vertrouwen. Dat is een langdurig project. Dit gaat lang duren. Ja, ik denk dat dit lang gaat duren. Ik denk ook dat die zodanig erop gefixeerd is. En kijk, hij heeft alles, al zijn politieke, machtspolitieke kapitaal heeft hij geïnvesteerd in deze oorlog. Je kunt wel zeggen, die heeft hij al deels verloren, dat is juist. Hij is het overgrote deel van de Oekraïners die kwijtgeraakt, namelijk ongeveer 80% van de Oekraïners die kwijtgeraakt. En die krijgt hij ook, voor zover ik het kan bekijken, niet meer terug. Maar hij kan wel de Oekraïne voortdurend hinderen. Hij heeft de Oekraïne wel enorme schade toegebracht. Hij kan op nog iets grotere schaal doen wat hij ook al tussen 2014 en 2022 heeft gedaan. Namelijk een conflict eindeloos rekken. En dan kun je elke keer het conflict wat intensiveren als dat. Dat was een iets minder beleefde Peugeot-rijder. Godzijdank, vroeger was er geen bocht aan het eind van de straat en liep recht. Daar reed het beetje in. Ja, die bocht is erin gemaakt om laten we zeggen, het verkeer een beetje af te remmen. Oh, oké. Okay. Dat heeft niet echt geholpen. Nee, niet verschrikkelijk, nee. De ruimtelijke inrichting van steden is ook interessant. Ja. Nou ja. De automobilist is gewoon een totaal ander wezen dan de betrokken persoon bij als hij niet in zijn auto zit. Behalve jij rijdt heel rustig. Tegenwoordig. Ik moet bekennen dat ik een tijd heb gehad dat ik een veel te scherpe autorijder was. En hoe kwam dat dan? Weet ik veel. Testosteron. Wilde je indruk maken? Nou, dat was niet. Ik had veel plezier in het autorijden. Ik heb vooral in al die rare blikken autootjes van de jaren 60 en 70 heb ik ontzettend veel plezier gehad. Vooral die Renault 4, die reed als een scheet, vond ik toen.
Ach god, mijn eerste auto, een AMI 8 was dat. Een soort van reuze eend. In een banaankleurige reuze eend. En ik was er apen trots op. Ik had dat ding betrekkelijk goedkoop gekocht. En ik zie me dan nog rijden op die A2 de hoogte van Veenendaal. Ik was in het paradijs. Gedurende korte tijd was ik in het paradijs. En nou ja, daarna heb ik ook, ik weet niet precies wanneer dat begonnen is, dat ik, ja, dat ik het autorijden. Ik vind op het moment is autorijden een straf voor mij. En vooral omdat je in Nederland naar een beetje een stad moet in het westen van Nederland. Ik bedoel, dat zijn levensgevaarlijke doolhoven georganiseerd door volkomen geestelijk gestoorde wethouders. En neem Leiden, we hebben het er wel eens over gehad, een ramp werkelijk. Maar ook die weg door Haarlem op weg naar zee, dat is ook als de zon een beetje schijnt, is dat ook een ramp. Amsterdam is één gigantische ramp, niet waar, binnen de A10 natuurlijk. Nee hoor, ik vind het iets verschrikkelijks gewoon. Maar als je laat rijden, dan vind je het goed te doen. Ik moet zeggen, als je laat rijden, dat kan verschillende modi kan dat hebben. Ik zou maar zeggen, in Amsterdam bel ik van tevoren op of ik makkelijk kan parkeren bij de plek waar ik moet zijn. Zo niet, dan ga ik met de taxi. En breng ik, heb het al eens verteld, breng de kosten in rekening bij degene waar ik naartoe moet. Ja, maar het lijkt me wel relaxed. Enorm relaxed, ja. En het feit is dat ik, als ik naar die Schouwburger ga, dat ik me altijd laat rijden. En dan ook als er file is, als ik achterin zit, heb ik er veel minder geestelijke last van dan wanneer ik zelf moet rijden. Wat ga je dan doen? Ga je dan met de chauffeur een beetje kletsen? Ik klets wat met de chauffeur, ik lees de krant, ik kijk naar buiten. Ik heb pas gisteren in, boven Karspel, theater Het Postkantoor, werken buitengewoon aantrekkelijk klein theater. Om 150 kunnen erin, denk ik, vlakke vloer theater. Daar ben ik erg op gesteld. Ik ben echt... Het fijnste is kleine vlakke vloertheaters. Dat is het fijnste om in op te treden, zonder meer. En toen hebben wij uit puur toeristische overweging hebben we die weg door de Markerwaard gereden, weet je wel. Waar je... Ja. Ah, het was prachtig avondlicht, dus het was er genoeg om er naartoe te rijden. Maar dan kun je lekker genieten achterin. Ja, ik heb gisteren echt genoten achterin, zonder meer. Er was ook trouwens van file, was geen sprake, dus... Luister je dan wat klassieke muziek ook? Nou, ik moet zeggen, de meeste chauffeurs die hebben geen grote liefde voor de klassieke muziek. Dus daar teister ik ze niet mee. Soms, het is wel zo dat in de middenleuning achterin, daar kun je ook de radio voor in bedienen. En de temperatuur, je kunt er alles mee in principe. En dus ik zet wel eens even per verrassing klassieke muziek op. Maar op de radio dan, niet op een bandje? Nee, op de radio. Als ik alleen rijd, luister ik heel veel naar Radio 4. Radio 4 en een Classic FM heb je ook, hè? Ja, maar is dat zo? Is dat iets anders dan Radio 4? Dat is weer iets anders. Dat is de commerciële variant met klassieke muziek. Maar ja, dan lullen ze er waarschijnlijk nog meer doorheen dan op de Radio 4. Dat zou kunnen, ja. Op Radio 4 hebben ze ook allerlei lulprogramma's. Ja, waarom is dat eigenlijk? God mag het weten. Ze zeggen, ja, dus draai permanent klassieke muziek. Maar ja. Ze hebben ook iets van... Dat heet geloof ik klootschieten of zoiets dergelijks. Dan krijg je een fractie van een seconde krijg je een klassiek stukje door. Of 1 seconde, weet ik veel. En dan moet je raden wat het is. Ja, en als je dan bellen, dat tientallen mensen bellen op. En die krijgen dan, als ze winnen, krijg je een cd'tje. Dus een uitwas van de commerciële radio, hè? Ja, ik begrijp totaal niet waar het voor nodig is. Maar kennelijk schijnt het toch de luistercijfers te stimuleren. Heb je dan nog gehoord van die Finse dirigent die nu naar Amsterdam komt over een paar jaar? Die heel jong is, die is 26. Ja, dat heb ik gelezen. Ik jaag het van harte toe. Ik heb totaal geen verstand van... Ik ben 2 keer uitgenodigd voor dat dirigentenprogramma waar je belachelijk kunt maken als bekende Nederlander. Die dirigent uithangt. Daar heb ik vanzelfsprekend nee op gezegd. Maar dat is zo'n jongen, die komt pas over 5 jaar volgens mij. Ja, ik begreep dat hij enorm veelbelovend was. En hij was overal gewenst. Er stond een hele reeks van deftige gezelschappen die hem dolgraag zouden willen hebben. Maar kijken die muzikanten nou wel eens naar zo'n dirigent? Want je ziet ze toch vaak, zie ze naar hun partituren kijken. Ik heb geen idee, die dirigent bepaalt het tempo en ja, het schijnt enorm belangrijk te zijn. Een goede dirigent, dat is goud waard. Ah, oké. Ik neem aan dat zo'n concertgebouworkest ook, als er geen dirigent is, een heel leuk stukje kan spelen.
Maar ik denk wel dat een dirigent noodzakelijk is om de cohesie en de juiste klank op te wekken. Maar nogmaals, ik heb er totaal geen verstand van. Dus. Nee. Hey, nog even over die boeren bij de VVD. Waren er zoveel mensen die het er ook niet mee eens waren? Ja, hè? Die zien erbij wel langer natuurlijk. Niet, die gaan daar tegenstemmen. Ja. Dus een motie is er schijnbaar aangenomen en daar gaan ze in ieder geval over stemmen. Ja, dat kunnen ze rustig doen en daarmee veroorzaken ze alle mogelijke problemen. En tenslotte zal het toch onvermijdelijkerwijs gebeuren. Ja, oké. Okay. We zijn daartoe internationaal verplicht. Er zijn ook allerlei lulprogramma's. Maarten van Rossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.